naar de goal. Jawel! Het is Gianni Bruno die scoort. Hier is Dormé. Dormé scoort! Jawel! Hij scoort! Ik zei het, er hangt nog wat in de lucht en daar valt het uit dan. Het aandringen heeft geloond. Mercier, er is er eentje mee. Mercier, nee. Ja, toch nog wel. Dankzij de inspanning van Moussamba maakt Bruno het helemaal af. En een tweede thuiszege op rij voor de nieuwkomer in 1A. De redding van Nardi en dan gaat hij op het dak van het doel. En zo blijft het 0-0. Ernst met de voorzet. Geen verkeerde naast Rodriguez. Uiteindelijk Owusu. Die bal blijft hangen. En hij verandert er maar in. Maar hij telt natuurlijk wel. En zo is het 1-0 voor Antwerpen. Maar hij mag doorgaan. Kvilitaya. Hij doet het opnieuw. 0-3. Het zijn pijnlijke cijfers voor Cercle Brugge. Boucault maakte een einde aan. Verdiende overwinning voor Moeskroen. 3-0. Zware cijfers voor Cercle Brugge. Bal door Schent. Hier is Moussamba. Gaat wees vrij. Het gaat naar Carvalho. Goeie kaats is dit. Gianni Bruno. De hoek wordt scherp. Maar dan ligt Vukovic nog tot een redding. En daar is een doelpunt van Serge Garpé. Het is 0-2. Dit heeft Genk nog niet meegemaakt dit seizoen. 0-2 achter in eigen stadion. Daar is plots Hazard en de goal, jawel, voor Cercle Brugge. Kylian Hazard, de eerste keer dat de vereniging in de buurt van de 16 meter van Anderlecht kwam. Gianni Bruno scoorde al 6 keer dit seizoen en dit is zijn 7e.